Ook moskee Al-Kabir aan de Weesperzijde in Oost is vanwege het coronavirus al wekenlang dicht. Tijdens de Ramadan zit het hier normaal gesproken helemaal vol. Al die preken bijvoorbeeld, zoals vrijdagmorgen, zou je hier misschien bijna 1000 mensen hier treffen. Maar dat wordt dan allemaal digitaal doorgegeven. En mensen houden elkaar op de hoogte via smarttelefoons of via computers. Tijdens het Joodse feest Pesach, dat 2 weken geleden begon, bleven de synagoges vanwege het coronavirus ook dicht. Ook familiefeesten zijn heel beperkt gebleven tot kleine gezelschappen. Vaak hebben mensen in eenzaamheid of alleen dus hun gebeden moeten verrichten thuis. Het is interessant dat we steeds meer horen dat dat toch wel ook tot een soort bezinning, tot een verdieping heeft geleid. Het nadenken over hoe goed we het eigenlijk hebben, maar hoe moeilijk het soms ook kan zijn. De verwachting is dat met name jongeren het moeilijk zullen vinden om tijdens de Ramadan zoveel mogelijk binnen te blijven. Helemaal nadat ze 's avonds gegeten hebben. Ik kan me voorstellen dat je dan even wandelingetje maakt, maar niet met de vrienden die je wilt. Dan zul je dan echt met je vader en moeder moeten doen of met je zusje of broertje. Het is best heel moeilijk. Het is, dat is eerlijk. Maar aan de andere kant, mensen gelukkig om me heen in ieder geval, wat ik, mijn ervaring, hebben ze het wel goed begrepen. Want ze zeggen, als ik dit doe, als ik thuis blijf en als ik afstand hou, dan bespaar ik dus de verspreiding van die ellende. Nou, dat is ook een opdracht van de religieuzen.